als je wandelt tussen de koeien, tussen de bomen, geeft echt in je buik, in je lichaam een gevoel van dit is compleet, dit is zoals het moet zijn. Niels Mouton is vierde generatie landbouwer op het familiebedrijf De Zwaluw nabij Gent in België. Ze hebben een gemengd biologisch bedrijf. Melkvee, schapen voor natuurbegrazing. We hebben een beetje kleinschalig varkens voor vlees voor in onze eigen winkel. We hebben een hoevenwinkel met zuivelproducten die we zelf verzuivelen van de koeien. En een 150 hectare grond die bewerkt wordt en gemaaid wordt voor hooi, voor aardappelen, een deel voederbieten. Mijn vader was al altijd bezig met bomen op het veld, maar meer aan de randen van het veld. Knotbomen, elzen, houtkanten werden altijd beheerd en bijgeplant, maar nog in het verleden niet op het perceel zelf. Maar mijn broer kwam er met het idee opdraven. Hij was in de wolken ervan en hij zei van dat moeten we gaan doen, dat is echt de toekomst. En toen dacht ik, ja, ik was ook direct verkocht en mee met het verhaal van agroforestry. Het is niet alleen het fruit dat ons aantrekt of de winstgevendheid, eventuele winstgevendheid van het fruit van te verkoop. Het is het geheel plaatje, ecosysteem, koolstofopslag, gezonder voor de dieren ook, voor de koeien die de bladeren kunnen opeten. Mijn vader zou eerder een half hectare naar een hectare geprobeerd hebben, maar ik had zoiets van ja, voor dan met 10 jaar spijt te hebben dat we het toch niet meer gedaan hebben, want het is een langer termijn perspectief, een langer termijn project. En daarom hebben we gekozen voor 14 hectare aan te planten in agroforestry in 2015. Op grond die de familie in eigendom had, werden 40 verschillende rassen appel, peren en pruimenbomen geplant met een dichtheid van 40 tot 50 bomen per hectare. Om het perceel in de toekomst eventueel toch te kunnen bewerken, koos Niels voor ruime kopakkers en ongeveer 20 meter tussen de rijen. We hebben de variëteiten een beetje gemengd, maar niet over het gans perceel alles gemengd. Dus we hebben blokken gemaakt en daar dan 4 variëteiten gemengd en dan een ander blok en 4 variëteiten gemengd en naar oogsttijdstip gekeken dat ze een beetje samenstaan, degenen die vroeg geoogst worden, samenstaan degenen die later geoogst worden, voor eventueel op termijn praktisch gezien de oogst toch te kunnen eenvoudig uit te voeren. Een loonwerker hielp met de aanplant van de bomen. Dus eerst is er een gat geboord met een grondboor van diameter 50 op een voldoende diepte, dieper dan de boom moest komen. Daarna hebben we een compost aangebracht naast het plantgat en hebben we terug onder de boom aarde aangebracht samen met compost. Zodoende de boom van onder genoeg losse aarde had om dan snel te kunnen inwortelen. Er zijn 3 palen aangebracht rond de bomen. We hebben gekozen voor dikke, stevige palen te nemen. Niet te zuinig geweest op budget en op de palen. Dat ze voldoende lang meegaan en dat ze sterk genoeg zijn voor de bomen in evenwicht te houden. Daarna hebben we de planken aangebracht aan de palen. 3 planken. Dit was misschien niet nodig geweest. Omdat wij hadden schrik dat de palen zouden gaan scheef komen te staan door de koeien te duwen of door de wind. Maar doordat we de dikke stevige palen genomen hebben, waren die wel stevig genoeg en sterk genoeg en hoefden de latten niet. Maar niet tegenstaande dat de latten wel heel mooi zijn naar inrichting en uitzicht van de agroforestry en wel handig is als je aan het oogsten bent dat je het op de latten kunt meer nog een beetje kunt staan en verstappen of tijdens de snoei van de jonge boom. Dan hebben we uiteindelijk voor de palen 2 stroomdraden aangebracht voor toch de jonge bomen te gaan beschermen voor schorsvraat en voor niet te toucheren. Die stroomdraden worden kruislings aangebracht, zodanig dat er in de midden tussen de bomen in dat de koeien nog voldoende aan het gras kunnen. Wat we ook zien en wat we gedaan hebben, is de bomen voldoende hoog van stam en enting, dat de koeien de takken niet of zo weinig mogelijk kunnen gaan afbreken, naar beneden trekken of afkraken. En dan tijdens de snoei een beetje trachten te
werken naar een kruin die nog iets meer in de hoogte gaat. De bomen beginnen nu in productie te komen en Niels heeft plannen met het fruit. Het plan daarmee is voor het fruit lokaal in onze eigen winkel zelf te gaan vermarkten. Vooral in eerste instantie in vers fruit aan de man te brengen. Dan het fruit te gaan eventueel verwerken zelf tot appelmoes. En dan in laatste instantie te gaan persen voor sap. Maar persen voor sap, hoogstand fruitbomen, is moeilijker naar rendabiliteit toe. Omdat het oogsten wel vrij arbeidsintensief is. Natuurlijk, naar de toekomst toe, nu zijn er al machines, maar naar de toekomst toe zal het fruit wel eventueel machinaal kunnen geoogst worden en geschud worden voor dan te persen. En dan zijn we weer in een ander verhaal. En dan, maar er is zeker een markt voor de producten die uit agroforestry-projecten terechtkomen. Een van de grotere meerwaardes van de agroforestry-bomen op het perceel is dat ze voedingsstoffen, zowel nitraat als mineralen van dieper uit de bodem terug opbrengen naar boven. En zodanig via hun bladeren dan laten afvallen en op het perceel brengen. Die bladeren worden gegeten door de koeien, waardoor ze direct mineralen binnen hebben van de bladeren. Maar ook de bladeren dan voor de bodem, voor organische stof, voor mineralen die dan via het gras terug opgenomen worden in de cyclus. Dus de bomen kunnen van veel dieper die stoffen ophalen waar dat gras en zeker de koeien, maar het gras ook niet aan kan. Dus de agroforestry project helpt de kringloop te sluiten op de boerderij. Dus dat is een hele grote troef en een heel sterke meerwaarde aan de agroforestry en aan de bomen. Op langere termijn en op dus minder vatbaar en minder zichtbaar is ook de insecten, aantrek van insecten voor het perceel die dan de vijanden kunnen bestrijden, bijvoorbeeld lieveheersbeestjes die dan aangetrokken worden voor de bladluis te bestrijden. Uiteraard voorzien de agroforestry bomen ook voor bijkomende schaduw naar het vee toe. En die wordt zeker benut door de koeien. Richting de toekomst zou Niels ook een perceel met walnoten willen aanplanten. Hij ziet kansen in de walnoot. Omdat die tot olie kunnen geperst worden en dan ook een product is die dan het jaar rond kan verkocht worden in de winkel. Die walnoot heeft heel veel toepassingen en is ook een heel duurzame boom van houtsoort. De stam van de walnoot is je investeert eigenlijk ook met zo'n boom in de toekomst naar duurzaam, degelijk, kwaliteitsvol hout. Stel dat morgen de mineraalleveranciers zeggen, sorry, het is coronacrisis of er is een uitgeputte grondstof of een tekort. Ja, dan staat je daar, terwijl in zo'n systeem ben je niet afhankelijk van buitenaf en draait je op jezelf. En dat geeft een goed gevoel dat je een systeem hebt waar je kunt op bouwen en blijven bouwen.